Bad Habits, Ed Sheeran. Nou, we zijn bezig met de Aaron Dion Air XL van oktober. Het is alweer 1 oktober, Dirk. Gaat snel, hè? Vind je ook niet dat het heel snel gaat? Ik zeg het altijd volgens mij, het gaat snel, hè? Ja, maar het gaat echt snel. Heb je nou niet het idee van... ik heb totaal niet het idee dat we al richting het einde van het jaar gaan. Nou, nu de temperaturen een beetje omlaag gaan, denk ik wel. Volgens mij komt de winter er wel alweer aan. Ja. Maar verder, nee, eigenlijk niet. Totaal niet. Nee. Is het een brug naar het weer? Wil je dat het een brug is naar het weer? Ik voel of is dat een brug te ver? Ik voel een brug. Voel een brug. Ben je eraan toe? Ben je eraan toe? Het weer? Ja, tuurlijk. Daar komt ie hoor. Weer. Ja, het is bewolkt en er valt af en toe wat regen. De zuidenwind is duidelijk aanwezig en de maximumtemperatuur is tussen de 15 en de 18 graden. In de regen is het dan een graad of 13. In het weekend blijft het wisselvallig met soms wat regen, zeker zaterdagavond en in de nacht naar zondag. Ook volgende week houdt het wisselvallige weer aan. Ja, een graad of 14, 15, Dirk. Dus, kijk, dat zei ik. Ben je dan wel het type die dan gelijk de verwarming aandoet thuis of trek je dan een extra vest aan? Nee, ik gebruik eigenlijk mijn verwarming nooit. Dus ik doe een dekentje over me heen of een extra vest inderdaad. Waarom? Dat is net zo fijn. Ik vind het fijner. Het geeft meer een cozy gevoel als ik gewoon zo'n dekentje om me heen trek, zeg maar. Ja, precies. Ik doe dat ook. Alleen, ik doe het dan meer uit zuinigheid. Oh, ja. Ik ben en blijf toch helmonden. Dus bij mij telt hoe goedkoper, hoe beter. Nou, ja. Er valt ook wat voor te zeggen. En natuurlijk. Dat zie je ook, toch? Nou goed, dat geheel terzijde. Van Brouwhuis tot Brandenvoort. En van Stiphout tot Mierlohout. Je hoort het hier. Dit is Helmond. Ben je toe aan een bad romance? Ik ben altijd toe aan een bad romance. Oh, 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 la, la, what your bad romance? Bad Romance, Lady Gaga. Nou, ik heb zojuist geprobeerd Colin te bellen voor de filmtip van de maand natuurlijk. Maar ik krijg voicemail. Wat een domper is dat altijd weer, Dirk. Alsof het uit een slechte film komt, hè? Wat een slechte film, dit. Nou, we gaan het natuurlijk meerdere malen proberen later deze uitzending. Maar eerst is het natuurlijk de hoogste tijd voor onze game tip. Want ja, dat hebben we natuurlijk ook, hè. We hebben vele extra's altijd in de XL-uitzending zitten. Dus zowel een studiogast die zometeen gezellig aanschuift, Lavonna vandaag. We hebben natuurlijk, de filmtip! Het is vandaag wel een slechte film, maar dat geheel terzijde. En jouw gametip, hè? De spelletjesfreaks. Yes. Die moeten opletten. Nou ja, eigenlijk... Want wat heb je deze maand? Ik probeer het zo instap mogelijk te maken elke keer. Maar inderdaad, de mensen die van spelletjes houden, die moeten opletten. Ik had wat moeite met bedenken waar ik het dit keer over wil gaan hebben. Er komen wel spelletjes uit nu. Alleen je merkt toch dat corona nog wat, nog wat heftige impact heeft op alle spelmakers, zeg maar. De meeste zijn re-releases die opnieuw uitgegeven worden. Of opgepoetste versies van de spellen die we al hadden. Ja. Dus ik dacht, laat ik eens even nadenken waar ik het over wil gaan hebben. Waar ik nog wel warm van word. Mm-hmm. Dus ik heb een oud spel bijgepakt. Niet heel erg oud, 6 jaar geleden ongeveer. Ori and the Blind Forest heet het. Het is een van mijn favoriete spellen. En ik dacht, laat ik hem toch maar even weer in het licht zetten. Het spel gaat over een klein wezentje genaamd Ori. Het wezentje is voortgekomen uit het licht. Hij moet proberen om het bos waar hij in leeft weer te herstellen. Want dat heeft een enorme vloek over zich heen gekregen, zeg maar. Oké. Okay. Hierbij wordt hij zo nu en dan dwars gezeten door een uil. Een hele grote uil. Hij is echt super klein in vergelijking met het uiltje. Dus het is echt een imposant monster. Een enorme uil? Ja. Oh, ja, wat leuk. Een imposant monster. Door het herstellen van verschillende elementen in het bos kan hij er weer voor zorgen dat het naar zijn originele glorie terugkeert. Maar wat maakt nou dat het voor mij echt een van de beste spellen is die door een onafhankelijke maker, want dat is een indie game eigenlijk, zo noem je dat, die wordt door een onafhankelijke maker gemaakt. Ja. Wat maakt nou dat het voor mij zo'n speciaal spel is? Vooral het feit dat de muziek je helemaal meesleept. Het is georchestreerde muziek, een beetje Keltische invloed. De artstyle, dus hoe het gemaakt is, hoe het eruit ziet, is tijdloos. Het is niet echt de beste graphics of zo, maar het is heel mooi getekend en mooi vormgegeven, de wereld. Daarnaast de empathie die ze in de bewegingen hebben gezet van de beestjes en de interactie met de omgeving maakt het spel gewoon helemaal af. Dus als je zoiets hebt van de spellen de afgelopen tijd zijn niet helemaal je van het, ik zou zeker aanraden om Ori een keer te gaan proberen. En hoe spel je dat? Ori, O-R-I. Oh, met één R? Ja. Want bij Center Parks heb je Ori en Friends.
Oh ja, dat is maar dubbel R, hè? Dubbel R. Ja. Ja, dat klopt. Dus hij heeft geen groen haar, die uil. Nee, hij heeft geen groen haar, nee. Oké. Okay. Nee. Oh, wat leuk. Volledig wit. Ja. Oh, een witte uil. Nee. Het beestje is wit. De uil is een soort van zwartig, blauw-zwartig, zeg maar. Oh, een beetje eng. Eng, vooral heel eng, ja. Oh, dus denk je dat ik ga gillen als ik dat spel met jou speel? Dus als ik hem aansluit op mijn surround system, ik weet zeker dat ik jou aan het gillen krijg. Dan durf ik niet meer naar het toilet. Net als de vorige keer. Net als bij de Blair Witch, inderdaad. Ja, precies dat. Het is iets minder heftig dan de Blair Witch, gelukkig hoor. Oké. Okay, Ori. Ori and the Blind Forest, inderdaad. Wat grappig, ja. Nou, dankjewel voor de tip. De grande tipage. Ja, het is weer zover. Ja, het is zover. Het is zover. Dit is Helmond. Ja, en ik kijk ook eventjes hier richting de camera, want we zijn weer vanaf nu ook weer op YouTube te zien. Oh, dan moet ik even recht gaan zitten en zo. Zat ik een beetje onderuit gezakt? Ja, want de interviews in de R&D XL-uitzendingen, die komen ook op youtube.com/ditishelmond. Dus vergeet niet eventjes te checken, vanaf morgen of dit weekend komt het erop. Dus ik zeg even... Hallo en welkom alle YouTube-kijkers, inderdaad. Want onze gasten van vandaag is gearriveerd. Onze studiogasten, een warm welkom voor Lavonna! Ja, welkom. Hoi, welkom. Hoi. Hey, Lavonna, volledige naam Yvonne van Loon. Creatieve duizendpoot heb ik hier ook al staan. Maar jij was de afgelopen maand, want de maand is net afgerond. Je was afgelopen maand artiest van de maand... bij onze omroep, hè? Bij Dit is Helmond TV. Ja, dat klopt. Superleuk. Hoe heb je dat ervaren toen, die opnames? Ja, dat vond ik sowieso heel leuk om te doen. En ik heb het met veel plezier teruggekeken en ook gepost en gedeeld. Heel leuke reacties op gehad, ook van degenen die het gezien hebben. En ik vond het zeker gezellig. Ja, ja. En Dirk die heeft het ook gezien en die lag alleen maar in een deuk van... Ik hing ook in de paal. Ja, precies. Ik heb het ook met heel veel plezier teruggekeken. Vooral toen jij ondersteboven hing. Alles viel eruit. Mijn zender, volgens mij viel alles op de grond. Ja, precies. Maar is het nou echt, als je dan kijkt, je geeft dus onder andere paaldanscursussen, paalsport, hè, want het is eigenlijk gewoon een sport. Mm-hmm, dat is het zeker. Is het een combi tussen dansen en sport? Het is niet zo dat er per se dans noodzakelijk is. Al vind ik wel, als je van beide markten thuis bent, dat je het totaalplaatje wat indrukwekkender kunt maken, zeg maar. Dus als je echt dansant bent, dan vind ik dat wel beter overkomen. Maar in de regel is paaldans of paalsport is natuurlijk wel echt krachtsport. Ja, precies. Ja. Want zie je het voor je bij jezelf, Dirk? Of zeg je van nee, die sla ik over? Oh, ik vind het best wel leuk om een keer te proberen. Ja, joh, ik doe het iedere zaterdagavond. Oh. Daar hebben jullie nooit over. Nee, precies. Nee, dat is een ander tijdstip. Ja, precies. Oh, ja. Maar Lavonna, hè? Ik heb het ook in Artiest van de Maand gevraagd. Maar even voor de luisteraars, van waar de naam? Van waar de naam? Ja, het is een beetje... Yvonne zit daar natuurlijk wel in verwerkt. Ja, maar, dat klopt. Sowieso is het natuurlijk... refereert wel aan mijn naam. Maar om het een beetje een allure te geven, zeg maar. Het is een beetje een burlesque-achtige naam. Daar is het eigenlijk een beetje op gebaseerd, ja. Is dat ook de stijl die je een beetje uit wilt dragen met alles wat je doet? Of, nee, niet met alles wat ik doe, hoor. Maar burlesque is wel een onderdeel van shows van mij en acts. En zodoende. Okay, ja. En danscoach, dansdocenten eigenlijk. Mm-hmm. Dat doe je volledig vanuit je eigen bedrijf. Mm-hmm. Freelance, mm-hmm. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja. Op diverse plekken. In Eindhoven, Helmond, waar zit jij zoal? Ja, in de eerste instantie Eindhoven en Helmond met mijn vaste lessen en clinics. Mm-hmm. Voor Helmond geldt daarvoor dat ik ook heel veel voor de scholen doe. Ook in Eindhoven overigens. En dan heb je nog wel, ik kom op heel veel plekken, want ik geef natuurlijk ook echt workshops. En die zijn bedoeld voor teamuitjes, vrijgezellenfeesten, meidendagen, noem maar op, personeelsverenigingen, uitjes. En die boeken gewoon losse workshops. Maar dan vlieg ik naar Amsterdam, Breda, België. Dat maakt allemaal niet uit, want dat is maar net waar die groep natuurlijk op dat moment... of zelf vandaan komt of graag hun feesten of hun evenement houden. En daar moet ik gewoon op locatie komen. En wat is het aanbod dan?
kan je dan, ja, is het heel breed. Go-go dance? Ja, het is heel veel. Wat ik heel veel doe, is heel veel disco dance. Dus heel, een beetje Saturday Night Fever. Ja. Dus voor de, ja, voor de volwassenen, die vinden dat doorgaans heel leuk. Indian, Bollywood-stijl. Oh, dus ja. Dat is ook heel gaaf. Heel veel paaldans, paaldfitness dan. Hè. Dat wordt onder de meiden, de vrijgezellengroep ook heel veel gedaan. Of burlesque inderdaad, of chairdance. Ja, zo allemaal in die lijnen ligt dat allemaal. En dan ben je alleen of heb je dan ook dames bij je? Nee, in principe geef ik als docent geef ik dat alleen. Ja, tenzij het hele grote groepen zijn, als het echt hele... Ja, bedrijfsevenementen zijn. Grootschalig. Dan doe je dat vaak samen. Of dan sta je samen op een podium bijvoorbeeld. Dat je, ja, zodat iedereen het van alle kanten heel goed kan zien. En, ja, maar over het algemeen, de wat kleinere groepen, die draaien gewoon alleen. Ja. En hoe, mensen vragen zich misschien af, maar hoe, ik heb helemaal geen paal. Je hebt je eigen paal, je mobiele paal, toch? Met je stage. Ja, en dat sleep je dan met je mee. Wat, wel zes palen? Wel zes. Nou, ik maak een notitie, Dirk. Ik ben heel, gelijk jaloers. Ja, ja, ja. Nee, ik heb er zes met podium, zeg maar. Dus dat zijn standalone podia. Die kun je eigenlijk in principe, als het maar hoog genoeg is, overal opbouwen. Ja. Hoeft ook nergens aan bevestigd te worden. Dus die kunnen altijd mee op locatie. En ja, daarnaast heb ik nog een aantal, dat noemen we dan klempalen. Die zijn dan bedoeld om tussen de vloer en het plafond te klemmen. In de regel gebruik ik die vrij weinig. Omdat iedere locatie heeft natuurlijk weer een andere hoogte. En dat is allemaal, je wil daar toch heel voorzichtig mee zijn. Maar die podia, die zijn bij uitstek daar heel geschikt voor. Ja, en een workshop zeg je. Dus ja. Mensen, dat wordt ook echt eens interactief. Dus mensen zelf, dus de gasten, mogen ook dan in die paal hangen. Ja, ja, dat is juist leuk, toch? Ja, hun krijgen les. En dan moet je voorstellen, kijk, een workshop is natuurlijk anders dan een wekelijkse les in de sportschool. Ja. Hè, dan is het echt training en niveau verbeteren. En je kracht en je flexibiliteit en je conditie opbouwen. Ja. Maar voor zo'n workshop is daar dat stukje entertainment natuurlijk super belangrijk. Hè, dus mensen komen natuurlijk wel om iets te leren, hetzij het dansje of iets in de paal. Maar dat gaat natuurlijk vooral om lachen, gieren, brullen ook. Ja, precies. Het moet gewoon heel leuk en gezellig zijn. Bedrijfsuitje, teamuitje. Ja, het is gewoon teamwork ook. Ja. Een teamuitje. Teamuitje. Ja, precies dat. Ja. Oh, wat leuk. Maar ja, en niet alleen dat, je bent een duizendpoot op creatief gebied. Want je zingt ook, naast het dansen en het lesgeven. Heb je dit jaar je eigen plaat uitgebracht. Ja. Rasputin. Ja. Yes. En dat was, ja, ik was helemaal vereerd. Samen met mij, met R&D. Oh, wat een verrassing. Ja. Zie je dat als bijzaak? Of waar staat het zingen in jouw leven ergens? Ja. Vooralsnog is dat iets wat ik heel graag uit wil bouwen. Alleen staat dat een beetje geparkeerd naar achteren. Omdat, kijk, als het gaat om dans en entertainment, dan ben je heel erg afhankelijk van je lichaam. Ja. En ook een klein beetje je jeugdigheid. Ja. dus ik heb jaren geleden al voor mezelf besloten van, nou, laten we dat nou gewoon eerst even aanpakken en uitbouwen. Dat doe ik heel graag. Ja. En nu kan dat nog. Lichamelijk ben ik daar sterk genoeg voor, hou ik dat ook allemaal nog vol. Ja, er komt vanzelf een tijd dat wat minder zal gaan worden. En dan zal ik ongetwijfeld terug gaan vallen op het theater, wat ik altijd heb gedaan natuurlijk. Acteren misschien? En, precies. Want je zit ook in speelfilms. Het zingen, het zingen wil ik heel graag nog iets mee doen. En dat kan ook nu. Alleen, je moet op een gegeven moment een beetje keuze maken. Ja, ik wil altijd heel graag alles tegelijk, maar... Prioriteiten stellen. Ik ken het. Ja, het is altijd heel moeilijk, ja. Ik ken het inderdaad. Ja, je weet het, maar ik was sowieso verbaasd dat jij tegenwoordig ook weerman bent. Ja, ik ben van alle markten thuis, lieverd. Ja, ik doe alles. Ja. Zelfs voor glas water ga ik al mee. ik jat hem even. Rasputin, daar kom ik even op terug, want we gaan hem zo draaien natuurlijk. Dat is eigenlijk een liedje, hè? Dat hebben we al eerder een keer opgenomen. Maar gezien de hype... De belangstelling ervoor. Eerder dit jaar met Majestic en Bonnie M, die met die cover van Rasputin een enorme hit scoorde, dachten wij van, nou, we stoffen onze versie even af. En we masteren hem opnieuw en we brengen hem gewoon anno 2021 opnieuw uit. Want dat is ook met Lavonna, toch? Yes. Ja, dus hoe kijk jij nu terug op dat liedje? Persoonlijk vind ik hem beter.
Beter dan van Bonnie M? Nee, beter als die van Majestic. Ja, dat zeg ik. Ja, ja, oh, ja? Ook. Oh, je schaamt je er ook nee, niet voor. Nee, als de danceversie die uitgebracht is, zeg maar. Ja, precies. Die, onze natuurlijk... versie is beter, bedoel je? Ja, ja, ik ben het met je eens eigenlijk. Ja, ik vind van wel. Ja, we gaan er naar luisteren. Ja. Rasputin, Lavonna featuring R&D. Ga je op tafel staan, Dirk? Ik ga helemaal uit mijn plaat. Nou, daar komt-ie hoor. Ja, Rasputin, Lavonna hoorde je featuring R&D. Nou, het is de hoogste tijd voor. Dit is Helmond. We hebben hem te pakken kunnen krijgen. Ja, gelukkig. Het komt altijd goed met Colin Alexander. Goedemiddag. Goedemiddag, Aaron. Welkom in de uitzending. Wat, is jou? Wat zeg je? Was het jouw plaatje? Was het jouw plaatje die ik net hoorde? Ja, dat klopt. Ja, tenminste samen met Lavonna. Ja. Ja, lekker hoor. Ik hoorde een beetje ABBA erin. Nou, dank je. Ja, dat was ook een beetje, ja, per ongeluk de bedoeling, zeg maar. Ja, precies. Ja, Super Trooper. Ja, ja, precies. Ja. Nee, thanks. Leuk. Ja. Hey, ja, goed. Dank je. Dirk is ook weer aangeschoven. Hoi. Ja, yes, ik heb Colin ondertussen aan. Ik dacht, ik probeer eventjes tussendoor. En Colin is er. Nou, sidekick Dirk is er ook bij. Want wij zijn een en al oor, Colin, voor jouw filmtip van de maand oktober. Ja, precies. We zitten alweer in oktober en dat betekent dat we weer een mooie nieuwe filmtip hebben. Of serietip bij Aaron, want die, dat is vaker dan film. Ja, dat is waar. Is het een serietip weer? Ja, zeker is het een serietip. Oh, geweldig. Vertel. Nou ja, 15 oktober komt de derde seizoen van You op Netflix. Ja. Oh, ja, Dirk begint gelijk te stralen. Ja, ja, ga verder, sorry. Ja. You is een serie wat al twee seizoenen op Netflix heeft staan en ongekend populair is. En eigenlijk door corona zijn de opnames een beetje verplaatst en komt het nou pas op 15 oktober uit van dit jaar. De nieuwe serie, de derde seizoen. Maar ja, You gaat over over Jody is een man die werkt in een boekenwinkel en die heeft eigenlijk is een soort van stalker en psychisch niet helemaal in orde, maar wel een leuke gozer. En je krijgt een soort zwak voor hem. Zijn psychische problemen komen steeds meer tot uiting naarmate het seizoen vordert. En op een gegeven moment doet hij echt dingen zonder veel te verklappen die gewoon niet kunnen. Maar seizoen 2, wat anderhalf jaar geleden of zo al op Netflix is gezet, is geëindigd met dat hij ergens is gaan wonen, weg van de grote stad, en een buurvrouw ziet zitten in de tuin naast hem. En dat was het einde van seizoen 2. Dus seizoen 3 wordt een heel spannend iets, omdat hij altijd een soort van stalker is van mooie vrouwen, waar hij dan een zwak voor krijgt en dat loopt dan vaak uit de klauwen. En ja, er zit waarschijnlijk dus in die tuin weer een hele mooie vrouw. Dus dat wordt waarschijnlijk weer één bak ellende. Maar heerlijk om naar te kijken. Echt een leuke serie. Ik vind het een van de leukste series die op Netflix staat. Dus ik ben heel blij dat we over 2 weken seizoen 3 kunnen gaan kijken. En dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Maar jij kent het, Dirk. Ja. Ik vind het ook leuk dat de hoofdrolspeler, dat hij... Hij heeft eerder in zo'n ding gezeten, volgens mij met Gossip Girl, geloof ik. Dat hij... Hij ziet eruit als het guy next door, maar als je hem meemaakt, dan denk je ook zoiets van, wat gaat er om in zijn hoofd? En dat kan hij heel goed spelen, vind ik. Ja, doet hij goed. Ja, het is gewoon een leuk gozer om te zien. Eentje waar je snel een zwak voor krijgt. En dat hij zo twisted denkt, is natuurlijk juist heel leuk, vind ik. Nou, dan ga ik kijken. Zeker doen, ja. Dat moet je echt doen, Aaron. Het is ook voor jou, natuurlijk, hè. Oké, ja, precies. Hey, en hoeveel sterren geef je deze serie? Of althans, seizoen 3. Ja, je weet het nog niet precies, maar 1 en 2 was fantastisch. Dus het aantal sterren tot op heden. Nou ja, tot op heden zou ik zeggen 5. Want het is echt de beste serie die ik denk heb gezien op Netflix. Oh, wauw. Dat is het hoogste aantal. Ja, 5. Ja, maar er kan nog wel wat vanaf natuurlijk als seizoen 3 tegenvalt. Oh ja. Maar dat weten we de volgende maand. Want dan heb ik waarschijnlijk seizoen 3 al wel uitgekeken. Precies. Nou ja, geweldig. En het weer komt er ook weer aan, hè, om voor de tv te gaan zitten. Dus lekker knus, kaarsjes aan, herfstdecoratie, Halloween, pompoentjes. Of is dat bij jullie thuis niet zo?
Nou, ik hou wel van avondjes lekker thuis warm binnen, maar ja, pompoenen en zo heb ik niet in huis staan, Aaron. Nee, precies. Je bent dan meer gewoon in de soep. Ja. Oh, heerlijk, pompoensoep, ja. Heerlijk, maar je bent meer van de kerstboom en de kerstdeco, toch? Die komt al in de eerste dag na Sinterklaas komt die bij ons de woonkamer binnen. Bij ja. ons ook. Ik ben heel erg van kerst. Ik vind kerst de allerleukste tijd van het jaar. En ik zet hem eigenlijk al meteen 4 weken voordat kerst is of zo, probeer ik het op te zetten. 3,5 weken. En 1 januari gaat hij er gelijk weer uit, hoor. Oh. Want dan ben ik er ook helemaal klaar mee. Oh ja, op nieuwjaarsdag zelf? Ja, gaat alles eruit. Maar ik gooi ook dat mijn hele dak vol met allemaal lampjes en zo. Dus dan zo'n vlaggenmast in mijn tuin staan, zo'n paal. En dan die wikkel ik altijd helemaal om met licht. En dan heb ik zo'n ster erin, daarboven. En ik heb een rendier op het dak. Wat heerlijk. Dat is zo'n, wij hebben ook een plat dak, zeg maar. En daar zet ik altijd gewoon allemaal prularia. Oh ja, ik vind het heerlijk, ik hou ervan. Ik vind kerst fantastisch. En de hele buurt die haat mij er waarschijnlijk om. Maar ja, het maakt me niet zo uit. Ik vind het nee heerlijk. Joh, daarom. Niks lekker van doen. Hoor, niks inderdaad. Van aantrekken. Ja, ja precies. Nou, ja, is toch prima. Ja, daarom. Nou, Colin, dankjewel. Ik heb het weer genoteerd. Dankjewel voor de geweldige tip. Ja, graag gedaan. Ik verwacht wel dat je gaat kijken naar Aaron dan. Hè? Dus als jij, ja. Als ik jou volgende maand spreek, dan verwacht ik eigenlijk van jou ook een update. Of het wel die 5 sterren waard is. Want als je 1 en 2 nog niet hebt gezien, heb je nou nog 15 dagen om die te kijken. Ja, precies. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. Ik heb een notitie gemaakt dat we er volgende maand op terugkomen. Ja, ja. Ja, echt waar. Ik heb het net opgeschreven. Oh, oh, oké. Okay. Ja, normaal zeg je altijd, ik maak notities. Ja. Maar ik hoorde laatst in de uitzending dat je niet eens een pen hebt liggen. Dus, Jawel, ik heb hier een pen, hoor maar. En kijk, oh, Dirk, kijk, hier staat het. Ja, ja, hij staat er. Het ja. staat er echt. Ja, ik hou me wel aan, hoor. Ik zorg wel dat hij gaat bingen. Ja, precies. Heel goed. Komt helemaal goed. Colin, dank je wel weer. Fijn weekend. En volgende maand spreken we elkaar. Helemaal goed. Dank je wel, Aaron. Dank je wel. Doei, doei. Groeten. Hoi, hoi. Hoi. Nou ja, dat was Colin Alexander inderdaad van voor de filmtip. Nou, ik vind het leuk. You, ik heb het genoteerd ook. Zometeen praten we verder met onze studiogasten, want we zitten natuurlijk nog steeds in de Aaron Dion Air XL-uitzending van oktober. Hè. Iedere eerste van de maand is het XL-uitzending met natuurlijk een stukje op YouTube. Hè. Dat wordt gefilmd en dat is terug te kijken op Dit is Helmond YouTube. Nee, youtube.com/ditishelmond, dat is het eigenlijk. Ja, hè? Dat is hem. Ja, dat is hem. Zometeen praten we verder met Lavonna hier live in de studio. We hebben net de plaat gedraaid, hè? Rasputin, de versie van Lavonna. Maar eerst heb ik een liedje klaarstaan van Menno Abe. Want ja, even daarop terugkomende. Eerder deze week verscheen er een persbericht op ditishelmond.nl. Dat vandaag, en dat hebben we vorige weken, hebben we dat ook aangekondigd. Van hè, de eerstvolgende XL-uitzending is onze studiogast Menno Abe. Bekend van The Voice of Holland, finalist 2019. Hij is al eerder te gast geweest toen we er op de andere locatie zaten in de cacaofabriek. Maar er is wat tussen gekomen vandaag. Ja, dus hij kon hier vanmiddag helaas door omstandigheden niet geraken. Dus we hebben het omgedraaid. We wilden eigenlijk Lavonna volgende maand vragen. Nou ja, zij hebben we naar vandaag kunnen halen. En Menno hebben we nog te goed. Dus voor alle luisteraars die nu denken van waar blijft Menno? Hè, waar is Menno? Nou, volgende maand, vrijdag 5 november. In de eerstvolgende Aaron Dion Air XL-uitzending. Daar zal Menno Abe aanschuiven. En ja, dat is een beetje een win-win situatie. Want tegen die tijd komt ook zijn nieuwe single uit. Dus als die hier zit, dan hebben we ook een beetje wel een primeur. Dus Menno Abe hebben we nog te goed. Leuk. Kun je ermee leven? Ja hoor, zeker. Maar we gaan wel zijn laatste single tot nu toe draaien. En dat is wel een hele zwoele titel, toch? Ja. Wat is het? 1 uit 1000 nachten. 1 uit 1000 nachten. Menno Abe. Nou, Menno Abe, zoals je er toch een beetje bij, hè? 1 uit 1000 nachten hoor je.
Nou ja, dus we hebben nog te goed het bezoek van Menno. Volgende maand, 5 november. Ja, dan is Menno Abe hier te gast, uiteraard. Ik maak een notitie. Ja, echt waar? Nee, ik heb geen pen. Nou, hier nog steeds in deze XL-uitzending. Heel blij dat ze er is. Lavonna, als we kijken, ik heb het gevoel dat het vreselijke coronagedoe toch een beetje achter ons ligt. Ik neem aan dat jij daar ook last van hebt ondervonden. Merk jij nu van het trekt ook weer aan? Want ja, de entertainmentbranche is toch wel een van de meest geraakte branches. Deel jij dat met moi? Ja, dat is het zeker. Ja. En wij zijn nog lang niet terug op niveau. Gaat denk ik ook nog wel eventjes duren. Ja. Ik merk wel dat het in dusverre begint aan te trekken. Omdat er nu natuurlijk weer evenementen mogen met de capaciteit van 75%. Op voorwaarde van het hele testen voor toegang gebeuren. Dat daar toch wel weer wat leven in de brouwerij komt. Het is weliswaar allemaal om 12 uur afgelopen. Maar goed, dan liggen wij voor de verandering ook een keer op tijd in bed. Ja. Dus het schuift eigenlijk op, toch? Ja, het schuift op. Dus het begint wel weer een beetje te komen. Maar ik maak me wel oprecht zorgen over waar we naartoe gaan. Want allereerst natuurlijk, we gaan het najaar weer in. Dus het is even afwachten wat daar gaat gebeuren. Hè. Als die cijfers onder het mom van dat die cijfers weer op gaan lopen, is de vraag wat gaan daar de consequenties van zijn. Hè. Komen daar natuurlijk weer nieuwe regeltjes voor? En liggen we dan weer stil? Of hoe gaat dat dan? En waar ik me oprecht zorgen over maak, is natuurlijk het hele testen voor toegang gebeuren. Als dat zo gaat blijven, dan... Je bedoelt de corona-paspoort? En de app en alles wat daar allemaal bij hoort. Nou, ja. dat zou tijdelijk zijn, toch? Had Rutte gezegd. Ik hoop 1 november. Bedoel je dan dat het mensen afschrikt om naar dingen toe te gaan? Of? Ja, dat je mensen uitsluit ook gewoon. Precies, ja, precies. Ja. En ook voor binnen mijn branche, zeg maar. Hè. Er zijn natuurlijk mensen die daar wel voorstander van zijn en mensen die daar geen voorstander voor zijn. Ik bedoel, kijk maar naar een hele hoop cabaretiers en een hele hoop zangers. Ik bedoel, Douwe Bob is onder andere natuurlijk nu heel erg in het nieuws daarin. Of Lange Frans. maar van de een gaat wel optreden en de ander gaat niet optreden. Ook daar gaat natuurlijk heel veel dingen die anders lopen als anders, weet je. De vraag is, als dat zo blijft, dan zijn er misschien artiesten die inderdaad niet meer terug gaan komen, omdat ze echt voet bij stuk houden. Of weet je, ja. Maar voet bij stuk omdat ze niet eens zijn met die drempel? Of omdat ze gewoon angstig zijn om op te treden voor veel mensen? Nee, omdat ze niet willen dat mensen uitgesloten worden. Mm-hmm. Weet je? Ik bedoel, als jij een cabaretier bent of je bent een zanger en jij bent voor iedereen. En jij wil echt niet dat jouw optreden alleen toegankelijk is voor mensen die zich tussen haakjes dwangmatig, wel of niet, laten vaccineren, testen of wat dan ook. Ja, hè, dus als je niet mee wil doen aan die vorm van discriminatie, dan... Medische discriminatie, zag ik van de week al in de krant. Grote koppen, ja. Ja. Ja, dan moet je een keuze maken. Maar dat kan natuurlijk een hele grote impact hebben voor iemand zijn carrière, inkomen, baan, noem maar op. Dus ik vraag me af. Jij zegt tijdelijke maatregel. Ik hoop het van harte. Ik hoop het ook. Ja, ik ook. Maar ja, goed. Er zijn natuurlijk wel meer dingen geroepen die tijdelijk zouden zijn. Wat anderhalf jaar heeft geduurd. Nou ja, nog steeds. Dus ik hou mijn hart vast. Ja. Ja. Wat als je nou kijkt naar de toekomst voor Lavonna. Wat kunnen we dan meer muziek gaan verwachten? Inderdaad, wat je al zei. Hè? Meer richting het zingen. Of blijf jij ook nog... Je uitbouwen op het dansvlak. Ja, dat is ook een beetje afhankelijk van wat er allemaal gaat gebeuren de komende tijd. Hoe de dingen gaan verlopen. Kijk, ik heb natuurlijk 20 jaar geïnvesteerd. Mijn tijd en mijn energie en mijn financiële middelen om natuurlijk een heel bureau op te zetten met alles erop en eraan. Ik heb natuurlijk een onwijs grote bedrijfsruimte met allerlei kostuums, podia, noem maar op. Decor. Ja. En heel graag wil ik dat nog heel veel kunnen gebruiken. Dus dat is eigenlijk wel de opzet. Dus binnen dat entertainment zal ik wel nog heel lang werkzaam zijn.
in ieder geval op de achtergrond, maar hopelijk ook nog uitvoerend, hè, voor nu. Zolang dat gewoon goed gaat en dat ik dat allemaal nog aan kan. Ik verwacht dat dat nog wel eventjes goed gaat zijn. Ja. Maar ook wel afhankelijk een beetje van de regels en wat het nu allemaal doet. Ik bedoel, als dat die entertainmentbranche maar halve bak blijft, zeg maar, ja, dan moet je op een gegeven moment keuzes gaan maken. En dan kan het wel zo zijn dat daar andere richtingen misschien iets eerder uitgelicht zullen worden als dat eigenlijk anders zou zijn geweest. Ja. Ja, precies. En stel, er zitten mensen, geïnteresseerde bedrijven te luisteren die denken, oh, dat is leuk voor ons bedrijfsuitje, zo'n paaldansworkshop. Hilarisch. Waar moeten ze dan zijn? Website, social media? Hoe kunnen ze die bereiken? Ja, ze mogen inderdaad naar mijn website. Dat is www.onstage-international.com. Ja, het is een hele mond vol. Of inderdaad op mijn Facebook. Nou, dat kan gewoon via Yvonne van Loon of via Onstage International, ja, de pagina Facebook. Ze kunnen jou ook een berichtje sturen, want wij staan natuurlijk ook gewoon... Ja, je bent te zien in een van, of in de meeste clips van R&D natuurlijk. Ik ben natuurlijk toch ook onderdeel van. Dus wat dat onderdeel van R&D, ja, precies. Heel erg in contact met elkaar. Ja, dus dat is allemaal mogelijk. Oké, hartstikke tof. Ik vond het leuk dat je hier wilde zijn vandaag. Dank je wel. Alle succes gewenst natuurlijk. Dank je wel. Je hebt het nog druk vandaag? Ja, vandaag gelukkig wel. Oké, kijk, komt helemaal goed. Nou, Lavonna, dank je wel voor je komst naar de studio. En heel graag tot een volgende keer. Yes, wij spreken ons. Oké. Okay. Dirk, ben je toe aan de tipperaden? Ik ben helemaal toe aan de tipperaden. Ja, we gaan een begin maken met de tipperaden. Zometeen even kijken. Ja, we hebben nog wel tijd voor twee liedjes. En dan hebben we de hoofdtip, draaien we dan na het nieuws van vier uur. Want we zijn dan natuurlijk nog een uur straks met deel 2 R&D on Air XL. Hè? Ja. Vind je het enig? Ik vind het enig. Ja, ik ook. Ik vind het gezellig ook. Wat is de tip 3? Want daar gaan we mee door nu. Hè? Tip 3, een nieuwe plaat. Yes, tip 3. Niels van Zandt en Paquito. Ja. Lonely. Lonely. Luister en oordeel zelf. Tip 3.